ben Ramon Levin, 33. Ik speel nu bij AZ. Surinaamse vader en moeder, half Surinaams, half Nederlands. En ja, net mijn eerste twee interlands gespeeld. Zeker weten dat je profvoetballer wordt, dat weet je eigenlijk niet. Je hebt te maken met veel concurrentie, af en toe een beetje geluk. Maar ik heb wel altijd voetballer willen worden. En een beetje op mijn 16e, 17e had ik het idee dat het misschien wel zou lukken, zeg maar. En hoe oud was je toen je begon met voetballen? Ik denk een jaartje of 5, ja. In welke clubs gespeeld? Ik ben begonnen bij SV Almere. Verhuisd vanuit Amsterdam naar Almere. En toen heb ik me daar ingeschreven. Daarna naar het huidige Almere City. Vroeger heette het Zwarte Schapen. En zeg maar Omniworld. Van Omniworld ben ik naar FC Utrecht gegaan. Daarna AGOVV Apeldoorn. ADO Den Haag. Even kijken van ADO naar Cambuur, één jaartje. Weer terug naar Utrecht. Zo. Denemarken. En nu staan we al een tijdje hier bij AZ Alkmaar. En nu is het eindelijk dat doelpunt. Nou, gelukkig is het nu op tijd gelukt dat ik toch aan het einde van mijn carrière nog mijn interlands kan meepakken. Had je het verwacht, de selectie? Jawel, want ik heb gesproken met de bondscoach op het moment dat het zeg maar echt begon te spelen, dat het mogelijk werd. En heeft hij me erin bij betrokken van dat hij me graag zou willen oproepen. Hoe was jouw ervaring met spelen voor Suriname? Ja, ik had er geen ervaringen mee. Dus zoiets laat je op je afkomen. En iedereen natuurlijk hartstikke blij dat het uiteindelijk gelukt is. En dat het een eer is. Dus voor mij was het al met al gewoon een prachtige ervaring, ja. En dan sta je daar op het veld. Het nationaal volkslied wordt gespeeld. Hoe heb je dat gevoeld? Ja, mooi toch. Ik bedoel, ik heb nog nooit voor de nationale selectie gespeeld. Ook niet in Nederland, in de jeugd of zo. Dus dat je daar nu voor Suriname mag spelen, een officiële wedstrijd. Ja, dat geeft een mooi gevoel. Ik had trouwens ook een beeld gezien, hè, van dat jullie toegesproken werden door Ronnie Brunswijk. Ja, natuurlijk. Die motivatie. Ja. Hoe voelde dat ook eigenlijk? Ja, dat was daar mooi. Stond? Dat is genieten. Dat vind ik mooi, weet je, dat iemand zo bevlogen is. En ja, ons zo vanuit zijn gevoel, zeg maar, toespreekt. Als je wint, dan krijg je beloning. Dat weten jullie toch? Dus dat was gewoon hartstikke mooi. Dat was op de dag van de wedstrijd. We gaan ze winnen vanavond. Ja? Ja? Ja. 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 Dank u wel. Waf Allah. Dus één persoon kan voor ieder werken. En iedereen kan voor één persoon werken. Waf Allah. Allah Juan. Yes? We gaan ervoor. Ja. En hebben we toch een beetje extra power van gekregen. Ja. En ze waren ook komen kijken, hè, die wedstrijd. Die zeker, dag. Zeker. Ja. De president en Brunswijk, die waren er alle twee. Ah. Dus ja, dat was ook mooi. Hoe was het eigenlijk ook het spelen met het Surinaams, met die Surinaamse jongens en ja, de Nederlandse Surinaamse jongens in één team? Nee, ik moet zeggen, dat ging echt ging hartstikke mooi. We hadden nu een mooie mix, ik denk 14 op 15. We waren met volgens mij 29 jongens. Bal terug op Leeuwin. En ja, dat vloeide eigenlijk direct samen op het moment dat wij waren geland, in het hotel aankwamen. Altijd gemixt op het veld, gemixt in de busjes, gemixt bij het eten. En ja, je ziet gewoon dat die jongens allemaal talent hebben. Want ja, Surinamers zijn gewoon talentvolle mensen, talentvolle sporters. Zij hebben alleen niet die opleiding genoten die wij wel hier hebben. Sommige van die voetballers spelen in het buitenland, hè? Zoals Leerdam. Mm. Hoe was het ook om met die jongens zeg maar, in contact te zijn en eigenlijk na een lange tijd weer terug te zien? Nee, goed, wat ik zeg, heel veel van die jongens en de Leerdam of een Diego Biseswar, Sherry, die ken ik eigenlijk al lang van mijn jeugd en of mee samengespeeld of tegengespeeld. Dus dan is het gewoon hartstikke leuk om zeg maar, die jongens weer te zien en te spreken over iedereen zijn ervaringen en zo. Ja. En wat verwacht je verder nog van dit Surinaamse elftal? Ik verwacht veel, want ik bedoel, we kwamen voor de eerste keer samen. En dat er talent is en kwaliteit, dat is een gegeven. Alleen je moet het wel samensmeden tot een goed lopend elftal. En kijk, daar is gewoon tijd voor nodig. En veel tijd hebben we niet. Maar ik verwacht op het veld gewoon prestaties in de wedstrijd die gaan komen. Wat wil je graag toevoegen aan dit Surinaamse elftal? Nee, ik wil gewoon toevoegen wat ik eigenlijk bij al mijn clubs probeer. Ik ben geen spits die doelpunten maakt, want ik sta achterin. Dus ik moet voor stabiliteit zorgen. Ik heb ervaring.
En ik loop al lang mee, dus ik moet gewoon zorgen dat iedereen om me heen goed speelt en zelf mijn niveau ook halen natuurlijk. Kom jij uit een voetbalfamilie? Ja, wel. Althans, mijn vader die heeft altijd gevoetbald. En mijn overgrootopa die is nog aanvoerder geweest van het Surinaamse elftal. Heel lang geleden natuurlijk. Wow. Dus zodoende kom ik wel uit een voetbalfamilie, ja. Ik wil gewoon zo lang mogelijk blijven voetballen. En zolang ik me goed voel, op dit moment is dat het geval. En dan gaan we gewoon, kijk, ambities, ja, natuurlijk, ik wil zo hoog mogelijk spelen. Ik speel nu bij een prachtige club. En in de toekomst gaan we weer kijken wat er verder op mijn pad komt. Maar voorlopig ben ik nog bezig met voetbal zijn. En daarna, kijk, wil ik wel in het voetbal actief blijven. Maar wat dat precies gaat zijn, dat doen we nog eventjes op de lange baan. Het Surinaams gevoel. Ja. Weet jij nu wel wat dat is? Jawel, kijk, ik zeg altijd zo van, ja, hier is het fris en koud. En in Suriname is het warm, het voelt als een warme deken, zeg maar. En die mensen, de liefde die je daar krijgt, voelt ook zo, zeg maar. Dus binnen het veld en buiten het veld geeft het je wel gewoon een warm gevoel. En ja, dat is Suriname wel voor mij, zeg maar. Nou, ik heb dat in samenspraak ook met de club gedaan. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om... ze hebben natuurlijk een investering gedaan en ze wilden me graag hierheen halen. Ze wilden me graag meteen bij de groep. En voor mij klonk dat als een goed idee. Ze wilden me graag hebben en ik wilde ook graag hier zijn. En met Suriname is hartstikke mooi. En wie weet nog in de toekomst. Maar nu moesten ze het wel zonder mij doen.